Graaf Grullo en de wraak op KVB. Oh jongens. We zijn er. Oh, nu moet ik hem nog vast, maar jij moet je de rest van de week op letten. Hoeveel was dat toch? Oh, kijk eens, wat is het hier allemaal? Het zal wel belangrijk zijn nu. Ja, volgens mij ook. Edith, wat fijn als ze er is. Kom, komen we hier daar op het podium. Ja, wat is dat een mooie knapper. Nou, Edith, wat kun je toch doen? Goedemorgen, Jelle. Goedemorgen, Lucan. Goedemorgen, alle kinderen van Rooien van 3 en 4. Goedemorgen! Hallo! Hey! Wat heb ze binnen? Kun je gaan vertellen? Want het zal wel belangrijk zijn hier met die beveiligers allemaal. Heerlijke zaak, Jelle. Ik ben dus morgen wakker geboren. En ik heb geliek de kop aan de deur gestoten. Oh nee. Dus ik ben een stukje van de film kwijt en ik zag dat beker. Dus ik dacht, oké, dat beker. Maar eerlijke zaak, weet ik niet meer zo goed wat ik dan met moet en wat ik hier kom doen. Want... Weet je, misschien echt dat misschien, wat Edith kan doen? Met dat beker. Weet je, misschien dat? Ja hoor, weet je. Zeg het maar, Finn. Een speciale beker brengen. Speciale beker. En hoe is die beker voor jou? Weet je hoe staat? Wimmetjat. Wimmetjat. Hoe kunnen ze dat winnen dan, die beker? Ja. En dat beker kunnen ze meestal winnen. Talentenjacht. Talentenjacht. De talentenjacht. En wat heeft dat te maken met wanneer is de talentenjacht ook alweer? Wanneer? Is dat vandaag? De finale, hoe is het? Wie weet je het? Op, hè? Ja, op een kinderkermis! Dat is pas op het einde van de week, maar... Oké. Dus we zijn bij Bervandia hier. En ja, ik zet hem even neer, want ik wil even gaan voetballen, Jelle. Edith. Ja, we moeten wel slecht weten. Wat gaat hij toch doen, Edith? Nee, we zijn hier voor de KVV. Ja, we weten vandaag is het nog eens voetbal, hè? Is het heel knietgeurig. Maar, dit was dus een test. In een test? Jelle en Lieke, bewakerskinder. Ik leed de beker hier staan, hè? Ja. Wim, let je op als ik weg hoor. Wim, let je op? Hey. Wij allemaal? Kom je erop letten, hè? Ik hoor het. Als één tak weg is, dan moet de wereld de beker gaan met. Stap je erop letten, hè? Nee. Kom je erop letten, hè? Dat was nemen de aanpak. Ik hoor het. Kom erop letten! Ja, goed zo! Goed! Edith, bedankt. Ik heb je maar goed ding gehoord. Ja, dat denk ik ook. We gaan nog... Die fijn die bewakers hier, dus dat moet goed komen. Heel veel plezier, heel veel succes en let op de beker en vredig wil je weer zien, hè? Want vredig kan immers er winnen, hè? In de finale van KVW Talent, jongens. Ik ga je... Dag kinderen, zie daar, de beker. Het begin van een groots avontuur. Laten we gauw terugzien hoe het allemaal begon. Nou Lieke, ik ben me toch wel benieuwd wat Edith ons voor vragen. Ja, volgens mij gaat ze dat heel belangrijk. Ja, volgens mij ook. Kom, dan gaan we. Hey, Jelle en Lieke! Hoi,
binnen. Kom gauw binnen. Ja. Zijn jullie er eens? Ja, kom gauw binnen. Benoet. Ja, kom gauw binnen. Zit ik maar. Het zal wel doen. Zo, wat zit je hier doen? Was is mens, wat is dat dan zeg? Dat is een schone beker, hè? Oh, nou, en goed. Ja, maar Doveren heb ik je gauw geroepen. Doveren heb ik je opgebeld en gevraagd of ze het goed komen, want het is toch wel belangrijk wat ik wil vragen. Ja, en het heeft met deze beker te maken. Want dit jaar is KVW Zuid Sterren. En ik hoop dat er heel veel kinderen heel veel talent hebben. En dat ze dat willen laten zien in de KVW-week. Oké, en wie moet ze dan doen? Wat moet ze dan doen? Nou, iedereen is wel ergens goed in voetballen, of in tennissen, in zingen, in dansen, in koken misschien wel. Of misschien wel op eind pijnstoon. Maar wie doet, iedereen is ergens goed in. Iedereen heeft een talent. En als ze dat laten zien, dat talent, met de hele groep, dan kunnen ze de beker winnen. Oké, en hoe is dan de finale voor de beker? De finale is pas op het laatste van de week, hè? Bij de kinderkermis. En daar kunnen ze de beker dan winnen. Oh, dat is wel leuk. Ja, en daar wat moeten wij dan niet meer doen? Ja, dat was net het belangrijke. Jij moet zorgen dat de beker veilig bewaard wordt als ik de mondje kon brengen. Dat er niemand aankomt. Dus ik zou toch maar misschien zorgen voor een paar beveiligers. Oh, dat kunnen we wel regelen. Laat dat maar aan ons over, Edith. Dat hebben wij nog ieder jaar goed geregeld. Gaat dat lukken? Je kunt helemaal goed. Gaat zeker lukken, ja. Ik heb alle vertrouwen in mij. Nou. Wow, dus de kinderen kregen een chique week. Ja. En op het einde van de week zijn die al die kinderen terug. En ik ben toch super benieuwd welk talent dat die laten zien. Toch ben ik al benieuwd, En ik kan eerst de beker winnen. Ja. Fantastisch. Ja. Wij gaan het regelen, Edith. Hartstikke chique. Bedankt, hè. Bedankt. Fijn dat ze het ja. Zo, hij gaat dan heel veel succes met de voorbereidingen en dan zijn we morgen 14 augustus, want daar begint je KVW. Ja, dat is heel erg. Oké, is het goed? Ja, is het goed. Hoi. Hoi. Zalig, gaat je hebt het zo los. KVW! KVW! Wat heb ik toch een gruwelijke hekel aan de KVW. Jaren heb ik als kind meegedaan aan KVW. Altijd heb ik alles verloren. Nooit heb ik iets gewonnen. Iedereen lachte me uit. Ik had geen talent. En waar komen ze nu mee? Een talentenjacht. Dit kasteel, dit prachtige kasteel, heb ik mogen erven van mijn overgrootvader. Gaaf, grandioos. Slans beste man in alles. En ik, gaaf gruwel, ik kan helemaal niets. Ik zal nooit de eer en de roem ervaren die kon kijken bij het winnen van die betoverende beker. Maar wacht eens even. Ik hoef hem natuurlijk helemaal niet te winnen. Ik kan de beker ook stelen, jatten, pikken. Maar ook daar heb ik geen talent voor. Ik kan dat helemaal niet. Maar wacht eens even. Ik hoef de beker ook natuurlijk niet zelf te jatten, stelen, pikken. Ik laat hier in mijn kasteel wat oude bekenden, de beste boeven van het land, langskomen om zich aan mij te presenteren. De allerbeste mag voor mij die beker stelen, jatten, pikken. Hier moet het zijn. Ik weet zeker dat graaf Gruwel voor mij gaat kiezen.
toch wel een beetje zenuwachtig. Het is mijn grote droom om voor Graaf Gruwel te werken. Binnen! Zo, jij moet hondenknikker zijn. Dat klopt, Graaf. Ga zitten. Ja, ja. Nou, opgetrouwen middags. Scheer je weg. Idioot. Binnen. Goedemiddag. Hallo. Ik ben Vroege Jopie is de naam. Goeiedag. Ik ben weer Vogeltje Fruit, dus ik heb weer zin in de klusje. Dat is zeer gunstig, Vlugge Jaapie. Wat moet Jaapie doen? Ik heb een hele mooie klus voor jou. Oh? Jij mag de beker van KVW stelen. KVW? Oh, KVW, ja. KVW, daar begin ik niet meer af. Ja, maar. De baas zit nog vast, en bij twee zit ook nog vast. Die hebben mij weer in een gevangen gesteken. Ik begin daar niet meer al. Ja, maar we, ja, ik ben er weg van. Ik ben er weg van. Ja, maar Vlugge Jaapie. Nou ja. Toch maar weer op zoek naar iemand anders. Ben er! Hele gelukkig, ik ben klantje Wimpy. Wat gaan we nou krijgen? Ik ga er geen clown mijn werk laten doen. Maak tot je wegkomt. Scheer je weg. Ongelooflijk. Is er nou op deze hele aardkloot geen één goede boef die mij kan helpen met het stelen van die mooie beker? Potverdorie. Hey, hamburger! Koude kraker! Ja! Lange tong was het! Lange tong in de waar heb jij gezeten, man? Ja, je weet dat je al een tijdje in de baai is gezeten. In de baai is? De gevangenis. Oh ja! De smeer is de politie al met de pakken genomen toen ik fietsstal. Ja, maar je moet dat fiets ook in de fietsenstalling zetten, hè? Die moet je stallen. Hé? Ja. Maakt ook niet uit. Zeg, waarvoor ben jij hier? Ja, die Graaf Gruwel, die heeft nog een klusje voor mij. Oh. Hey. Dus ik denk, ja, dat is echt iets voor voor hamburger. Dat vind ik een goed idee. Hey, zullen we samen gaan? Dat is een goed idee. Kom maar. Always hot in Texas. Yeah, their mills right in the street. It's always hot in Texas. Yeah, their mills right in the street. Kom dan. Omhoog. Zo. Hier woont hij dan. Graaf Gruwel. Hoe zou die eruit zien? Ik weet het ook niet. Wel jij aan? Ik bel jij van. Nee, ik ga niet aan. Wel ik. Nee. Bel jij aan? Ja, ik bel wel. Ik bel wel. Daar zul je de volgende hebben. Het zal me eens benieuwen, zeg. Nou, kom maar weer binnen dan. Zo. Ik ben hamburger. En ik ben Koude Kraker, ook wel beter bekend als Lange Tong. Ja, maar... wacht eens even. Wie heeft jullie verteld dat jullie met z'n tweeën mochten komen? Ja, nou, wij dachten... We komen met z'n tweetjes. Dan vullen we elkaar aan. Ja, want twee dieven... Nee, die weten meer dan één. Dat bedoel ik. Ik ben lang. Nee, ik ben kort. Maar hij is wel bliksemsnel. En hij is... iets langzamer. Maar ik ben wel hartstikke slim, hoor. En ik ben, niet zo slim. Maar wel dom. Maar, heren, dit is geniaal! Jullie mogen voor mij die betoverende beker stelen. Jotte! Pikkie! Ja.
mij moeten die hier zijn. Ja, hier ligt de bek van KVW. Bij toch? Dan moet het. We gaan niet helpen, dan. Dat kan niet helpen. Is de deur op slot? Ze hebben alles op slot gedaan. Ze hebben alles op slot gedaan. Hey, hoe komen we dan binnen? Met Sylvia de regelpijp, kom op. Ja, joh, die pijp, die haalt mij toch niet, man? Oh. Is dat veel te licht, man? Dat kind, dat brengt zo. Misschien met die boom kunnen we naar boven toe, zo. Dat kan ook niet. Ik heb het. Al dat ding hier. Ja, daar kunnen we mee op het dak. Via het dak komen we wel aan de achterkant. Naar boven. We staan hier op het dak van de Preventia. Van die kantine. Als we naar rechts, dan komen we er wel bij uit. Ja. Oh. Hier is een luik. Ah, dan kunnen we daar naar binnen. Ja, zeker. Hier kunnen we naar binnen. Doen we niet bijken, joh. Ja. Hey. We hebben hier bijken, dan. We lopen de baas toe. Terug naar het begin, dan kunnen we weer omlaag, kunnen we naar beneden toe en dan kunnen we naar de baas. Zeker, voor. Dan, dan. Hey, burger. We hebben die beter gejat, gepikt. Zeker. Gestolen. Hou dat ding vast, ik ga de baas bellen. Kijk. Hier. Ja, ga over. Ja, hallo, graaf Grudo. Ja, Bas. Het is hamburger hier. En lange tong natuurlijk. Ja. En we hebben die beker gepikt, zoals u hebt gevraagd. En wat moeten we er nou mee doen? Heel goed, heren. Verstoppen waar niemand hem vindt. Gauw. Waar niemand kan vinden? Ja, maar waar is dat dan? Ja, zoek het zelf uit. Jullie zijn mijn handlangers. Oké. We laten wel wat weten als dat we ergens een plek hebben gevonden of zo. De mazzel, hè? Ja, dag. Ja, tong. Dat ding moet verstopt worden. Er zit een paas ergens op een plek waar je hem niet kan vinden. Ja, maar waar dan? Ja, dat weet ik ook. We gaan maar kijken. Loop. Snel contact op met de politie. Contact afspreken met de politie, of het? Even facetimen, hè. Ik wil even live op dat we hier even... Ons water doen in de kamer, kijk dadelijk, want ja, dat moet ik ook kunnen zien. Oh, dat moet ik kunnen zien. Wil je hier eens dan zijn, of hoe? Als ze daar zijn, is prima. Oké. Hey, Robert, zeg even connectie dan, want we moeten die boeren pakken, hè. Dat, is goed, toch? Zit er goed op, toch? Ja. Kijk, ja, dat is fijn. Hij ziet ook dat ze er goed op zit, ja. Ja, oké. Okay, dan kan de politie met z'n zin gaan zijn. Ja, zit ze. Klopt. Ik ben zelf. Even connectie, jongens. Want ik wil wat een beker hebben, hè. Want, ik bedoel, Robert Lengen al een beetje, want... ja, weet niet. Want, we moeten natuurlijk gewoon met de interesse... Nee, agent Heumers dan. Even stil. We gaan dadelijk even vragen of... Hallo, is daar iemand? Ja, hey. Agent Wim, hier met Jelle. Van KV, drie veren Lieke en de weg er allemaal. Wat is er in vreesnaam gebeurd? Ja, de beker is weg. De beker van KV Talent is gestolen. Oh, mijn jeetje, wat verschrikkelijk.
En die moet er natuurlijk zijn, want anders gaat die geweldige, fenomenale kinderkermis niet op. Met die super talentenjacht. Nee, die dingen dan niet door. Ik bedoel, ja, dan moeten we de beker gaan. Maar ik heb veel vertellen. Ik heb het hier een vreselijke druk. Papieren, boeven die losgelopen. En ik ben alleen. Horen ze, daar gaat die telefoon weer. Ik leg ons meteen contact met een privéspeurder. En hij is de beste van de landen, is Jeff met J-E-F. En dan, die gaat zeker ervoor zorgen dat die beker terugkomt, dat beloof ik. Ja, een privéspeur, ja, als tegen druk hebben, zijn het prima. Ik kan soms niet een live opname doen, een oproep of zo, op televisie. Dat komt helemaal goed. Ik zorg dat verzorgd opsporingen met een spoedbevel nu op televisie komt. Ah, oh, dat is een fantastisch agentuur. Wie heet die de speurder alweer? Jeff, met J-E-F-F. Ah, oké. Okay. Hey, denk aan maar zien. Robert, vind ik. Agentuur? Hallo. Hallo. Nou. Ja, De televisie aan, is er nu op televisie? Het is vandaag, dinsdag 15 augustus. Live vanuit Studio 69 is dit Verzochte Opsporingen met agent Wim. Goedendag. Gisteravond is door een twee op dit moment nog onbekende personen de grote beker van KVW heeft talent gestolen. Als deze beker niet voor aanstaande vrijdag terug is bij KVW groep 3 en 4, kan de kinderkermis helaas niet doorgaan. Wij zijn nog op zoek naar enkele tips over onze daders. Heeft u enkele tips, meld het dan bij onderstaand adres. Let op, deze boeven zijn extreem gevaarlijk. Wees stil als u ze ziet. Ik herhaal, ze waren extreem gevaarlijk. Dit was Verzochte Opsporingen met Agent B. Graaf Gruwel en de wraak op KVW. Goedemorgen, het is hier met agent Wim. Ik spreek met detective Jeff met J-E-F-F. Nee, het is Brett Woerste. Jeff is nogal druk. Voor wat is het? Ik kreeg net een verontrustend telefoontje van de hoofdleiding van KVW Stramprooi groep 3 en 4. Amai. Er is de reusachtige beker is gisteravond gestolen. En als die beker er niet is voor aanstaande vrijdag, dan kan de geweldige kinderkermis niet doorgaan. Nee, sir. Ik dacht, dat is vast wel een klusje voor jou. Amai, zeker en vast. Kom goed, Edwin. Wij gaan op onderzoek. Ah, geweldig. En ik wens jullie heel veel succes en ik hoor wel hoe het loopt. Ondertussen zijn speurder Jeff met J-E-F-F en ik, Brett Woersten, op plaats delict. Rechtbankpost. Raadwoord. Zie jij hier deze skitter? Ik voel aan mijn snor dat deze skittles ons naar de boeven leiden. Kijk wat je er nog meer ziet liggen, dan gaan wij ze vinden. Zullen we zien? Niks hier meer. Die kant op. Beroepsvisser geweest? Ja. Nee? Ja, in mijn vroege jaren, ja. Ja, weet je, want hier zijn nogal veel vissers. Bij de forellenvijver, weet jij misschien of dit een goede plek is om die beker te verstoppen? Ik heb ervaring mee. Om die beker hier te gaan verstoppen, dat gaan we niet doen. Nee? Nee, we zoeken gewoon een andere plek. Die vissers zijn niet vertrouwen. Die kun je niet vertrouwen. Mij kun je vertrouwen, Lutang. Die andere vissers niet. Ja, vertrouwen ik kan. Oké, we moeten een andere hulp af. Ik weet nou wel een goede plek, Tang. Ja. Die kan nog. Daar heb je ze. Heb je
in de boeven. Als je goed hebt opgelet, dan heb je gezien dat ze steeds skitters laat vallen. Dus die moeten we volgen. Voilà. Kom. Nou, we stoppen voor de baas. De baas wil een plek hebben waar niemand kan zien. Maar waar? Kunnen we kijken zo naar heen? Is hier een zee? Is hier een goede plek om de bijken te stoppen? Het is het kerkplein. Er komen toch veel te veel mensen? Oh ja. Allemaal die auto's die hier langs komen. En vrijdag die viswagen die hier altijd staat. Ja, jij. Ja. Nee. Laat mij eens even denken. We kunnen misschien... ergens in een doolhof dat ding verstoppen. Hé, ik weet waar ze een doolhof hebben. Ik ook. In Rombold. Ja. In Kitskisberg. Daar ligt de Kitskisberg. Daar kunnen we dat ding verstoppen in een doolhof of zo. Kom mee, burger. Kom mee. Dan gaan we er naartoe. Die leidt ons naar de boeven. Als je goed hebt geluisterd, heb je gehoord dat ze naar Kitskisberg gaan. Kom mee! Ook wij, speurder Jeff met J-E-F-F en ik, Brett Woersten, spurten ons naar Kitskisberg. Kunnen we hier de beker terugpikken? Dat is een goede plek. Dat denk ik ook. Het doolhof hier in Kitskisberg. Die speeltuin. Ja. Dan gaan ze hem nooit zoeken. Maar dan moeten we opletten dat we zelf niet verdwaald raken. Dat is waar. Ja, maar als agent Willem maar niet vindt. Dat is het belangrijkste voor de baas. Ja, dat is waar. Kom maar. Oké. Hier is de ingang van Dolof. Kom, dan gaan we de beker verstoppen. Zeker. Dan gaan we. Zeker, dat is de baas tevreden. Kom maar, ja. Waar is de uitgang? Die kant op, die kant op. Weet je dat zeker? Ja. Amper aangekomen bij Kitskisberg wisten de kinderen het doolhof al te vinden. Nu de beker. Allee, kindertjes van KVW. Hebben jullie de beker gevonden in het doolhof van Kitskensberg? Volgens mij niet, hè. Kijk vlug mee wat speurder Jeff en ik vervolgens meemaakten. Kom dan. Eindelijk de uitgang. Ja. Maar we hebben hem wel goed verstopt. Jazeker. Zo kan niemand hem vinden. Nee, inderdaad. Zo kan niemand hem meer vinden, nee. Ja, dat is toch goed? Ja, maar dus wij ook niet. En de baas al helemaal niet. Oh, nee. Wat? Hey. Ik heb net allemaal mijn skittles laten vallen. Oh, slim van je, toch? Van die snoepjes? Ja. Die kunnen we terugvolgen naar de beker, dan gaan we hem halen.
Dan moeten we dan met de baas bellen wat we ermee doen. Slim van jou, hamburger. Dank. Hier moeten ze ergens zijn. Zullen we dit dan maar splitsen? Als dat we skittelspoor volgen, zijn ze in de buurt. Inderdaad, splitsen is een goed idee. Jij die kant in, kijk hierin. Nou, Tan, daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Hebben we de beker gevonden? Zo is dat. Gelukkig maar. Ja. Maar ja, waar gaan we dat ding nou verstoppen? Ik heb geen flauw idee, joh. Ik weet het ook niet. Als ik nou eens even een adresje wist of zo. Heb jij een adresje? Nee, ik heb geen adres. Ja, dan moeten we de baas gaan bellen. Misschien weet de baas nog wel iets. Dat is een goed idee. Dat is een goed idee. Even kijken. Weet ik dat allemaal? Hier. Yeah. De baas. Ja. Wie belt mij nu weer? Oh, hamburger. Ja, hallo, Graaf Ruol, zegt u het maar. Ja, boss, het is met hamburger hier. Hey, goeiedag jongen, hoe staat het met de beker? Ja, dat is eigenlijk een probleem, boss. Ja, we hebben eigenlijk nog geen geschikte locatie gevonden of niks. We hebben een paar locaties gehad, maar ja, overal waar je kijkt, daar vind je die beker zo. Dan kunt u hem ook zelf ook niet vinden of zo. Wij al helemaal niet. Geen geschikte locatie. Hé, jongens toch. Laat me even nadenken hoor. Wacht eens even. We kunnen natuurlijk de beker ook hier. In het kasteel kwijt. Oké. Hier in het kasteel. In de krochten. De diepste krochten. Van dit eeuwenoude kasteel. Kunnen we de beker tussen de eeuwenoude wijnen neerleggen? Daar vinden ze de beker nooit. Kom gauw hier naartoe en neem die domme koe de kraker mee. Hé, hey, dat is goed, baas. Dan pakken we de beker wel mee. En dan komen we wel naar uw locatie toe. Dat vind ik een goed idee. Dan hebben we in ieder geval de krochten van de... Ja, oké, de krochten van de... Oké, tot zo dadelijk. Marcel. Tot zo! Wat zei de baas? Ja, Tom. Wat was dat? Ik weet het ook niet. Hoorde jij iets? Ik hoorde allemaal geluiden. Oh. Nee, de baas zegt dat we de beker gewoon ergens moeten verstoppen. Ergens in de krocht of als een eigen huis. In zijn eigen kelder. Ja. Dus we nemen die beker mee. Nou, ja. Dan gaan we in actie. Naar de baas. Jazeker. Wat heb je al die tijd gezeten, man? Ik heb in de doolhof gezeten en ik heb de boeven gezien. Je hebt de boeven gezien? Ik heb de boeven gezien. Waar zijn ze nu dan? Ja, ontsnapt. En ze waren met z'n tweeën, dus ik had schrikken. Ja. Wat ben je nou ook voor een hulpje, zeg? Ja, ik heb wel een zender in de beker gedaan. Nu kunnen we ze overal volgen. Dus dat wil zeggen dat we nu gaan kijken met het signaal wat dat de boeven zijn. Ja. Je hebt er wel aangezet, dus we zouden meteen moeten doen. Ja, meteen. Nou, eens testen dan. Oh, kijk, ik krijg een signaal. Oh. Die kant moeten we op. Hey Tom. Hey, hamburger. Dat denk ik ook. Die verwachten ze nooit als we hem bij Graaf Gruel gewoon moeten stoppen. Oost-West, Kasteel-Best. Kasteel-Best. Ja. Kom mee. Kom mee. Van dit kasteel. Kijk eens aan en welkom.
Welkom in de oude kelders van dit kasteel. Hier, zoals je ziet, bewaren we de beste wijnen van het land. En de meest exclusieve wijn, je raadt het al, Château Grandiose, die staat veilig achter slot en grendel. En baas, is dat misschien is dat geen goede plek voor de... Ik heb een idee. Dat is een goede plek voor die beker. Geduze, we gaan die bekken daar lekker in dat ding duwen. Maak plaats! Zal ik er over maken? Hou Château Grandiose weg! Je zal niemand hem vinden, dat weet je natuurlijk al. Kijk eens aan. Wat zal ik hier... Zet maar neer, de beker is veel belangrijker. Kijk eens, Bas, de sleutel van de kluis. De sleutel mogen jullie bij je houden. Stop maar goed weg. En ik ga weer boven op mijn fauteuil zitten. Kom maar. Het is heel goed gedaan. Ja, zeker. Loop ik. Zo, heren. Dat hebben we mooi voor elkaar gekregen. En ik zou zeggen, dat moet gevierd worden. Dat vind ik een goeie, baas. Wat dacht u aan? Nou, ik heb nog wel een lekker wijntje natuurlijk ergens. Burger, zou jij ons wat in willen schenken? Dan ga ik alvast even zitten. Je figuur, doe ook eens wat. Eindelijk die betoverende beker in veilige haven. Glazen erbij. Nu ben ik weer helemaal gelukkig. Kijk eens, Bas. Mijn dag kan niet meer stuk. Lekker wijntje erbij. Dat is altijd lekker, Bas. Ook dat die... Ik zou zeggen... Lekker uit. Proost. Laat op de beker. Erik. Proost, Bas. Op de beker van KVW. Dat is een goede wijn, hè, jij. Dat is de... Ja, dat is heerlijke wijn. Dat is die kop. Daar kun je genoeg van. Ja, schenk bij. Leg de sleutel even weer pleiten, Bas. Ja, leg maar neer. Ga even lekker zitten. Ik zou zeggen, koop. Dat is een goede wijn. Proost. Proost, Erik. Hele goede wijn. Speurder, chef en ik dachten op het juiste spoor te zitten, maar niets bleek minder waar. Nee, ik weet het niet meer. De beker gaat steeds verder weg, ik weet het gewoon niet meer. Wat nou, de beker gaat steeds verder weg? Ja, ik weet het gewoon niet meer. Dat meisje. Ja, wat is het? Kijk. Zodat je misschien omdraait met de antenne. Aan de voorkant. Voilà. Ik doe het wel weer. Volg jij mij gewoon. Zijn die leiders van KVW eigenlijk wel te vertrouwen? De snor van speurder Jeff dacht er het zijne van en ging inkijken. Nee. Als wij niet op tot uitgehuurd zitten, je ging het niet. Ja, ik tel weer tot 3. 1, 2, 3. Nou, volgens mij kan het nog wel wat harder. Zien we hem wel komen, Bart, zo stuk er wel is? Of aan de kant, Tatum, de gym? Ja, dat hebben we niet gezien. Oh, wat dan? Nee, dat moeten we niet hebben. Nog één keer, en dan gaan ze even stoom. En dan weer, wie we van Robert hebben geleerd, goed de tiener. 1, 2, 3, zwaar moeilijk. Nou, als dat niet gehuurd zit, dan werden we dat niet. Oh, wie is dat? Rustig. Kom maar weer allemaal even zitten. Maar je bent zo benieuwd wat hij met die leiders van plan is. Ik weet niet. Klopt het dat jij gistermorgen nog voordat de kinderen in Ketskesberg waren, dat jij er bent geweest in Doolhof? Nee. Heb jij ooit iets gedaan wat niet mag? Nee, heb ik niet gedaan. Hm?
niet gedaan. Denk dat ik het op de belangrijkste vraag ga stellen, Sam. Weet jij wie de beker gestolen heeft? Nee, ik weet het niet. Nou, en ga niet af, dus ik denk toch dat als wel Bar als Sam allebei de beker niet hebben gestolen. Dus ik denk toch dat wij vandaag, ik hoop dat we vandaag terugvinden de beker. Ik ga zelf ook nog op zoek naar de boeven. En dan wens ik jullie al heel veel succes bij het vinden van de beker. De leugendetector leverde helaas niets op, maar we zaten wel weer op het goede spoor met ons signaal, dat ons leidde naar het kasteel. Volgens mijn signaal moet de sleutel hier ergens zijn in het kasteel. Amai, maar wij zochten toch een beker. Allee, volg nou maar gewoon. Open. Dat is wel een zoveelste keer, het is braadwoersten. Maak de deur nou maar open, jongen. Alle. Ik heb een open, hè. Laten we maar snel ongezien naar binnen gaan. Kan bezorgen. Dat denk ik ook. Oh, hey, dat hebben we goed geregeld, man. Dat hebben we goed geregeld, hè. Je beker gejat, de baas tevreden. Zeker. Daarom. Hey, ik krijg een telefoon. Oh,
Telefoon, telefoon. Het is de baas. Ja, met de hamburger. Ja, hallo, graaf Grubbel. Hey, baas, ja. Ja, we zijn net de vieren hier dat die beker bij u terecht of dat we die hebben gestopt, hè. Ja, die beker is dus weer gestolen. De beker is gestolen? Jazeker, door die vervelende speurder met zijn irritant hulpje. Dat meen je niet? De baas belt dat de beker weer gejat is. Jazeker. De beker gejat? En nou, baas, en nou? Ja, hallo, snel hem terug. Moeten we hem gaan jatten? Terug gaan pikken? Inderdaad, ja. Ja, dan moeten we weer op zoek. We gaan hem weer op zoeken. Kom op, baas. Dag, hoor. Dus ziet. Ja, go. Dan moeten we weer altijd de beker gaan. Die detectives die hebben dat ding gejat met zijn onnozele hulpie. Oh. Ja, goed. Dan gaan we. Jij betaalt. Nee, jij betaalt. En jij betaalt. Zeg, knakkels. Amai, het is Brad Woeste. Brad Woeste, ook goed. Moet de postbode vinden om het pakketje te versturen. Moet je dan opgaan? Ah, nou, dat is goed, hè. Postbode. Hey, prutsers! We hebben hier een pakketje voor u. Zou u dit op willen sturen naar de kinderen van KVW 3 en 4? 3 en 4? 3 en 4. Hoe heet dat? Bij de voetbalclub Prevendia. Die Prevendia? Prevendia. Hallo! Ik was vroeger de beste spits van Prevendia, weet je wel? Ik maak nu iedere jaar maar zeker 30, 40 goalen, hè? Dat ben je niet. Ik ben Mr. Prevendia. Mr. Prevendia, ja. Ja, ja, ja. Dat treft. Hey, zou u dit pakketje willen opsturen dan, voor ons? Komt helemaal goed. Maar tegen niemand zeggen waar naartoe gaat, hè? Mijn lips are sealed, dat ben je, hè? Buiten daar zal nooit niks over vertellen. We hebben beroepsgeheimen. We hebben toch vroeger moeten zweren op de koningin, hè? Weet je het wel? Dat weet ik, meneer. Oké. Okay. Het is heel erg belangrijk, het is heel erg waardevol. Dus tegen niemand zeggen waar het naartoe gaat. Kunt u me dat beloven? Niks. Bijna beloof je dat. Komt helemaal goed. Bedankt, meneer. Tot ziens, hè. Tot ziens. Zie je, man. Hoi. Hamburger, ja, daar heb je die postbode. Ja, dan roepen hem gewoon. Hé, hey, postbode. Postbode. Hé, nog meer pratsers. Postbode. Wat is? Hé, kom eens zien. Heb jij net een pakkie verstuurd of zo? Zal ik dat zeggen? We willen dat heel graag. Wil je het weten? Ja. Ja, wij willen dat weten, ja. Mijn lips are sealed. Je hebt beroepsgeheim. Je moet dat niet zeggen, hè. U zegt dat niet tegen ons? Nee. Was dat niet? Ja, maar wij moeten dat pakje hebben. Van de die man. Nee. Wij hebben... Gozer, laat maar. We hebben daarachter hebben wij ook een paar pakjes staan. En als dat u die pakjes ook even wil opsturen voor ons. Heb je daar postzegels opgezet? Ja, we hebben daar allemaal postzegels. Ja, postzegels, ja. Dat is 15 euro, hè. Weet je dat? Dat hebben we geregeld. Ja, hebben we geregeld. Nou, dat zal ik zeggen. Ik ben met de fiets en mijn regelot. En voor de verzuigers, nee, ik kan dat dadelijk wel ophalen. Kom goed. Dan mag nou hetzelfde adres nu. Ja. Zeg adres. Hetzelfde adres. Ja. Ben je... Oh, nee. Ja, daar ben ik zat. Dat is goed. Ja. Hebben we geregeld. Kom maar. Top, kom hey, goed, hè. Hey, bedankt, postbode. Hey, maar. Kom jongens, we hebben alles ingeladen. Ik heb hem op de Venia gewoon. Oh. Ah, Mitchell. Oh, dan moeten nog... ja, dat kan. Dan moeten nog twee pakketjes met. Ja, dan laag ik die zo in. Dat komt goed. Ja, hoi ja. Allemaal tegen. Pas brengen, Mark. Die post is er
Kom eens hier. Zullen we eens even kijken of dat de beker wel uit ons wordt? Ja! Ja! Ja, ik had wat zelf als je ja! Ja! De beker terug, de boeven gevangen, op naar de kinderkermis.